Xbox is de laatste tijd lekker bezig, want niet alleen sturen ze mooi een perspakketje van Sea of Thieves op die je daarachter ziet staan, daar hebben we ook een hele leuke unboxing van, maar nee, deze week kwam ook in één keer dit pakketje binnen van niks minder dan PlayerUnknown's Battlegrounds. En dan denk je van, hoezo komt dat in één keer nu? Waarom zo laat? Nou ja, dat is natuurlijk omdat Xbox sinds kort een beetje met die titel aan het pronken is, want die is natuurlijk nou ook op Xbox One verschenen. Was niet de beste fashion hoe die uitkwam. Oh jezus, de framerate is nu echt 3. Weet je wat? Get out, get out. Nope. Huh? Heel PUBG is gecrashed. Ja, dat is ook nog een dingetje op Xbox. Maar inmiddels wordt die game goed verbeterd op Xbox One. En kunnen eigenlijk ook console gamers los in PUBG. Terwijl nu Fortnite een beetje soort van de wedstrijd wint. Maar goed, hoe dan ook. PUBG heeft leuke pakketjes toegestuurd. En dan krijgen we dan een heleboel. Ja, het is een soort van care package met een heleboel van dit soort grog erin. Maar ook iets wat lijkt op munitiehulzen. Dus het is een beetje een soort van kogelbrief, zou je bijna zeggen. Wacht, heb ik nou zo'n mes bij of iets om hem open te maken? Nee. God. Damn it. Ik kan hem met mijn knuisten gewoon proberen. Fuck it, ik heb hem. Gewoon brute kracht. Nou viel eigenlijk wel reuze mee. Nou heb ik al zoiets van munitiehulzen. Dat mag natuurlijk dat niet zomaar verstuurd worden. Maar oh, holy shit, dit is geen munitie. Dit is gewoon ander soort munitie. Holy fuck. Oh nice, dit is de Recon. Hij is echt een beetje vies geworden van deze grog. Maar holy shit, dit is gewoon de Recon Xbox One controller. Van de nieuwe generatie ook. Dus die is nog eens mooi jenen met Bluetooth en dergelijke. Oh, dat is gewoon een mooi controletje. Kunnen we goed gebruiken op GNHQ. Vooral, ik vind hem ook, hij oogt vet met dit. Volgens mij is het niet officieel van PUBG, maar het past er wel mooi bij. Dus goed gedaan. Nice, ja, nu is het ook echt een Xbox pakketje geworden. Want anders zou je zeggen, het had ook gewoon een PC perspakket kunnen zijn. Nee, is niet waar. En we krijgen hier ook een van de 100. Ik dacht het is een beanie. Ik loog, het is geen beanie. Dus het is een bak lava. Wacht. Oh, holy shit. Oh, dit is legit. Dit is level 3 stuff. Nice. Het is gewoon een bivakmuts. We kunnen eindelijk banken overvallen. Wat super vet. En die is dus gewoon van PUBG zelf, geloof ik. Dit lijkt me licensed stuff. Want ja, 1 van de 100, dat kan natuurlijk maar één ding zijn. Dus Battle Royale shit. Oh, wat vet dat ze dit gewoon toesturen. Het voelt wel een beetje dubieus, weet je. Er ligt een bivakmuts en kogelhulzen. Wat moet de gemiddelde postbode hiervan denken? Hoe dan ook, dat was nog niet alles. Want we halen, nou ja, meer van deze grocht uit dit doosje. Maar we krijgen ook gewoon serieus de landkaart voor Erangel. Natuurlijk het allereerste eiland van PUBG. Inmiddels hebben ze natuurlijk ook Miramar. Maar laten we heel eerlijk zijn, Miramar is gewoon een minder tof level. Ze werken er wel aan, maar dit blijft natuurlijk gewoon wel echt, jongens, waar gaan we droppen? Als je dit ziet, dan ga je meteen al berekenen van, waar is het vliegtuig? Waar gaan we naartoe? Maar mooi dit! Je zou hem als postertje kunnen gebruiken, maar ik vind het ook wel leuk om gewoon hierop markeringen te doen. Gewoon speltjes erop zetten en een prikbord. Kun je zeggen van, dat is een goede plek om te landen. Hoe dan ook, dat is niet alles, nee, want er zit nog een soort van prime piece in. Oh, deze moeten we niet laten zien, want hierin staat volgens mij nog een keer de gamecode op. Misschien kunnen we die weggeven of we gaan kijken of Peter misschien een keer op PUBG op Xbox gaat doen. In ieder geval die code, die laten we dan even niet dat iemand die nou zomaar invult, die onze mooie unboxing kijkt. Maar wat we nou ook nog eens krijgen, is dit. Ik vind het mooi. Winner, winner, chicken dinner. Dus gewoon, ik wil hier wel een kippetje in bakken. Dat lijkt me prima. Hij is ook loeizwaar. Echt goede lode pan. Dus hier kun je mensen mee kapot maken. Hij is niet zo groot als in de game. Dat moet ik dan wel weer toegeven. Maar size doesn't matter, weet je wel. It's what you do with it. Dus ik ga denk ik hier gewoon een hele Battle Royale mee starten op GNHQ. Lijkt me gezellig. Maar ik vind het in ieder geval een leuk perspakketje van Xbox One en PlayerUnknown's Battlegrounds. Het voelt als een care package uit de game. Het is wel weer een zooitje in de studio. Maar goed, dat krijg je ervan met unboxings. Mocht je het een leuke video gevonden hebben, laat het ons weten. Reageer, like, comment, subscribe. Doe die dingen. En natuurlijk voor meer over PUBG op zowel Xbox als PC kun je altijd terecht op gamersnet.nl. En ik ga denk ik een kipje bakken. Ik spreek je.